Gijs Luijrik, zit jij nu op mijn complimenten überhaupt te wachten of heb je er echt de pest in? Ja, we hebben wel een beetje een dubbel gevoel. Uiteindelijk ben je al dan niet terecht, wel dichtbij. We hebben zelf op 1-1 in de tweede helft misschien nog wel wat kansjes gehad, kopballetjes uit vrije trappen. En uiteindelijk, ja goed, zag je ook dat wij er wat meer doorheen zaten dan zij. En loopt de score helaas nog op. Goed, dat is jammer. Ik denk dat we een duidelijk plan hadden, dat we heel goed hebben uitgevoerd. En op deze manier kan je dit soort wedstrijden misschien winnen. Nou, is net niet gelukt, dus is toch jammer. Het is wel een vertrek uit Alkmaar met opgeven hoofd, toch? Als je een verlenging afdwingt tegen AZ, dat is knap. Ja, ik denk dat wij ook niet misschien het verwachte spel hebben gespeeld om helemaal in te zakken. De voorroede stond misschien 5 meter voor de cirkel. En achterin probeerden we toch echt klein te houden om het voor hun moeilijk te maken. Nou, dat is het grootste deel van de 90 minuten heel goed gelukt. En dat hebben we in de eerste helft bij Fortuna gedaan. En daar hadden we een heel goed gevoel over. En dat is het grote pluspunt wat we mee moeten nemen en zondag ook weer moeten doen. En als we dat blijven doen, dan kunnen we echt leuke dingen gaan doen. In deze wedstrijd, ook in de reguliere speeltijd nog in die tweede helft, groeit bij jullie ook het zelfvertrouwen doordat ook jij bijvoorbeeld van die kopkant zegt. Dat je denkt van, hé, er valt hier echt iets te halen. Misschien wel meer dan we vooraf dachten. Ja, kijk, het is altijd een gevoel wat in een wedstrijd ontstaat. Dat jij zegt, we hadden eigenlijk een slechte start. We komen heel snel op 1-0 achter, maar toch redelijk snel weer op 1-1. En vanaf dat moment had je het gevoel van, nou, we hebben het goed voor elkaar. We kunnen ook zelf wat we eerdere weken waar meer moeite mee hadden, wat langer de bal houden. En dat gevoel dat groeit. Ja, ikzelf baal ook nog van die kopmogelijkheid. Ik had hem niet zo hard hoeven koppen, denk ik. En ik denk dat Johan 2 goede kopkansen heeft gehad. Dus die zitten er net niet in. En anders dan kan je heel